Zweetsnor, gotta love it. Goedemorgen, welkom bij een nieuwe vlog. Vandaag zijn we op maandag. Deze morgen ben ik nog een klein beetje moe. Oeps. Ik ga even laten zien wat ik aan heb, want nu lijkt het misschien alsof ik onder mijn BH sta, maar dat is helemaal niet zo. Ik heb namelijk dit kleedje aan. Dit is eentje van H&M. Ideaal voor het warme weer die vandaag komt. Alleen die er gisteren ook al was. Het was trouwens echt heerlijk om terug in mijn eigen bed te slapen. Ik heb namelijk heel goed geslapen, misschien al een klein beetje te kort. Dit was het mooie briefje van zondag. En dit is het mooie briefje van vandaag. Ik ben er een klein beetje minder fan van. Het is niet volledig mijn stijl. Maar wel leuk. Of kunnen gemaakt zijn met zo'n stempeltechniek. Zodat je de stempel eerst zelf uitkrast en dan stempelt. Dus staat deze ruit open, maar ik zal ook deze openzetten. Even verkoelen. Want het wordt vandaag weer in de 30 graden. En zoals jullie hebben kunnen zien aan mijn 40 graden vlog, kan ik niet tegen de hitte. Hallo, het is 1:15. Hier in mijn living is nog redelijk fris. Doordat ik de ruiten heb toegedaan, de gordijnen heb toegedaan voordat het echt warm werd. Net de aflevering van 13 Reasons Why, die ik gisteren begonnen was, uitgekeken. En ook de vlog van Lotte Loves Beauty gekeken. Nu is het ongeveer 2 uur. Dat betekent dat ik ongeveer een uur middagpauze heb gehad. En nu ga ik vertrekken naar de bibliotheek in Ieper. En de bibliotheek in Ieper is namelijk airco. En op dagen van vandaag is dat meer dan welkom. En kan daar ook eigenlijk redelijk goed werken. Beter dan thuis op sommige dagen. Zeker op dagen zoals vandaag, als het warm is. Net naar de bieb geweest. Ik was eigenlijk van plan om daar nog wat langer te zitten om te werken. Maar voor de dingen die ik nu ging doen, heb ik internet nodig. En het internet werkt er redelijk traag. Dat is een redelijk groot nadeel. Ik heb net mijn zak laten vallen op mijn voet. En doe redelijk veel pijn eigenlijk. Ik weet niet wat er in mijn zak zat die zoveel pijn doet. Nu ga ik mijn sloot zoeken. Hey, ik ben bezig met mijn fotoalbum. Ik ga hem bestellen bij Kruidvat. Ik kan niet meer, het is echt zo warm. Ga ik kijken hoe warm dat is hier binnen. Ik heb echt heel erg veel belzweet. Misschien iets too much information, maar dit is het. En ik heb net heel mijn fotoboek gemaakt. Super trots op mezelf, omdat ik dat al echt heel lang wil doen. Ik denk dat het volgens dit ding bijna 30 graden is hier binnen. Maar hij gaat ook maar tot 30 graden, dus ik weet het niet. Ik heb vanmiddag al heel deze kan water leeg gedronken. Dit is trouwens een super handige kan van IKEA. En mijn maple fles gebruik ik voor buitenshuis, maar die IKEA kan gebruik ik voor binnenshuis. Ik ga misschien een handdoek in mijn nek leggen. Zweetsnor, gotta love it. Oh, mijn hangen is heerlijk. Oeh, mijn rook. Ik ga hier straks komen zitten om de Sims te spelen. En mijn slaapkamer. Niet super fris, maar ook niet warm. Dus ideaal. Deze outfit even inruilen voor iets anders. Lekker comfy. Zo. Dit heb ik eigenlijk al even. Dus ik weet niet van buiten van waar het is. Van Forever 21 volgens mijn etiket. Jammer, dat die wil ik al niet meer. Belgisch het. Net als de nieuwe look. Allee, de nieuwe look heeft geen plus size vesting meer in België. En ook niet meer in Rijssel. Echt
Zo is een van mijn favoriete winkels. Ik kan wel nog shoppen daar, maar dan moet het online. De saus, maar nu met rijst. Eetje! Dit is gewoon zo'n jurpetje en die vries mijn stokje. Eetje! Mijn was opgeruimd, mijn afwas gedaan. Eten gemaakt, eten opgegeten, 13 Reasons Why gekeken. En nu ga ik verder 13 Reasons Why kijken. Zoals je kunt zien ben ik in mijn slaapkamer, want het is overal te warm. Tijd om verder te lezen. Ik ben namelijk helemaal verzot op dit boek. Caroline van Zola. Wanneer komt er nog eens een nieuw boek van haar uit? Tijdens mijn roadtrip stop ik dus in Brighton. En dat is zo je woont. Bij Zola woont. Dit was het dan voor deze vlog. Ik ga even nog... Yo, er zit een dode mot in mijn ding. Oké, ik ga even nog het raam open doen. Zodat het vannacht een beetje kan afkoelen in mijn kamer. Dus vergeet je niet te abonneren. Doei.